merkten bij de maatwerkbedrijven dat er heel veel vraag was naar innovatie van productie. En toen hebben we eigenlijk met een eerste project maatwerkbedrijven en designers samengebracht om te kijken welke producten dat we konden ontwikkelen. En dat is meteen ook de eerste collectie van Volmaakt. Volmaakt is een sociaal designlabel die designers en maatwerkbedrijven samenbrengt om zo nieuwe producten te ontwikkelen. Wij brengen zelf designcollecties naar buiten die allemaal geproduceerd worden in maatwerkbedrijven. Maar we begeleiden hen ook in designtrajecten naar de ontwikkeling van nieuwe producten. We doen heel veel circulaire designtrajecten. Ze zijn in maatwerkbedrijven altijd op zoek naar zinvolle activiteiten die ze kunnen geven aan hun medewerkers. Velo is een sociaal-economie onderneming. We hebben een hele lange traditie in het demonteren van oude fietsen. En in dat gebeuren hebben we een aantal producten op overschot waar nieuwe dingen mee kunnen gemaakt worden. En daar is Volmaakt in beeld gekomen. Commercieel is een woord dat hier niet zoveel gebruikt wordt in maatwerkbedrijven. Maar we vinden het wel belangrijk dat je het product kan verkopen, zodanig dat je ook die impact kan realiseren. Als we dat bepaald hebben, dan gaan we eigenlijk een designbriefing gaan opstellen naar de ontwerper, binnen welk kader dat ontwerp kan vallen. En daarmee is SIP aan de slag gegaan. Voordat we naar een ontwerp gaan, is het vooral belangrijk om te kijken van wat is er hier? En ermee aan de slag te gaan, kleine prototypes maken. En dan ook zien, samen met Volmaakt, van waar is er nood aan? En hoe kunnen we misschien de thematiek van de hele fietsenwereld, hoe kunnen we dat ook in dat ontwerp brengen? Een fiets heeft maar één stuur, hè. En aangezien dat er zoveel fietsen ook binnenkomen, waarvan de sturen niet meer bruikbaar zijn, lijkt dat wel een interessant materiaal om iets rond te doen. Velassie, dit is het resultaat waar dat VLO VZ2 verder mee kan.